daar hadden we natuurlijk een groot probleem. Martin is niet binnengekomen, was niet binnengekomen. We hadden niet de juiste onderdelen bij en slepen was onmogelijk. Eerst dachten ze dat het de turbo of de injectoren waren, maar nu schijnt het ook nog de turbo geweest te zijn. Dus ze hebben om 6 uur 's nachts of 's morgens nog spullen gebracht naar hem. Daarna heeft hij 100 kilometer moeten rijden en is toen de proef toch nog ingegaan. Wij zijn voor om het team nog zo goed en zo kwaad bij te staan, zijn we toch nog zo snel mogelijk de proef ingegaan. En dat is eigenlijk best goed verlopen. Zoals verwacht kwamen we bij de duin en hebben we eigenlijk bijna iedereen voorbij gereden op de duinen. Maar omdat wij geen cabinevering hebben, zijn ze later zijn er een stuk of 5 ons weer voorbij gekomen. En bij de neutralisatie stonden we de eerste 8 trucks bij elkaar en daar stonden we bij, dat was prima. En onderweg is de sluis nog een keertje stil komen te staan en Colomni. Dus we verwachten dat we zo rond de 6e plek staan van vandaag. Dus ik denk dat we voor dag 4 dat goed af kunnen sluiten. En wonder boven wonder, als je iets verder kijkt daar, staat Martin. Die kwam gewoon eventjes een kwartier geleden binnen. Wel op 5 poten, maar hij is weer binnen. En zoals het eruit ziet, gaat hij gewoon morgen van start. En gaan we gewoon met 2 trucks naar de finish. Dankjewel.